Goedemiddag, welkom weer op het vertrouwde nest Sportpark.com. Toekomt na een fantastische week van het eerste elftal natuurlijk. Nou, even terugkomend op speelronde 33. Dat was het 5-3 gewonnen van Dennis. Zijn tussenstand is nu 147 tegen 126. Hangen we het onderzoek, want er schijnt toch nog een onderzoek te zijn naar de twee ronden terug naar Frank Peretri. Okay. Er schijnt een onderzoek gaande te zijn, dus het is nog niet helemaal officieel. Maar nee. Nou, welkom vriend. Ja, dankjewel. Dus we gaan speelronde 34. 34, de laatste. Gaan we de laatste van het seizoen doen. Nou Hint, we gaan hem draaien. Ja, mag eerst pakken. Ja. Kom maar om. Inknijpen, ja. Kijk. Top. Gooi die er gewoon in. Die gooien we gewoon daarin. Even kijken. Die pakken we. NEC RKC. NEC RKC, nou. NEC RKC. Ja, mag als eerste. Ja. Ik denk... Pak je welke? Ik hou het toch op NEC. NEC? Ja. Nou, ga ik... Ik zit er in één. Jij pakt een eentje. Nou, pak ik met je mee in. Ik denk ja. RKC is... Ja, ga met je mee. Gaan we de tweede. Kijken. Twente PSV. Nou, ik ga voor een 1. Ik denk PSV zo'n paar tikjes gaat. Die heeft nu een paar tikken gehad. Ik denk dat moeilijk op de... Ik ga voor een 1. Even kijken. Ja, hè? Ja, ik ga met je mee. Ja, nou, het broodje... Ik hoop wel dat we ergens een verschilletje krijgen, want dan is het toch niet zo. Nee, FC Groningen uiteraard zit ik daar een 2 neer, omdat we dat aan onze stand verplicht zijn. We gaan kijken hoe er getraind wordt, dat de jongens het zeker nog op kunnen brengen. Je gaat ook mee, ja, dat kan eigenlijk niet anders. We moeten even kijken, weinig verschilletjes nog in. Ja. Dus weinig kans dat jullie inlopen. Rode SC Heerenveen. Ik ga voor een eentje. Jij gaat voor een eentje. Weer een 1. Ja. De laatste wedstrijd. Nou, ik ga toch hier een verschilletje maken. Verschilletje pakken? Ja, ik ga hier een verschilletje maken. Over een drietje. Ik moet er echt Heracles. Ja. Daar maak ik een 1 van. Ja, ik moet met je meegaan. Ik wil om 2 jaar zitten. Ja, ik ga voor een 2. Ja, ik hou het op een drietje. Op een 3. Feyenoord NAC. Ja. Ik moet er kijken. Feyenoord NAC. Ja, dat. Ja, hey, we moeten eerlijk zijn. We moeten gewoon meegaan. Een eentje. Ja, hè? Nou ja. Zwolle Den Haag. Ja, kom jij hier. Ja, jij voor Zwolle. Ja, ik voor Zwolle gespeeld. Jij voor Den Haag. Nou, dan pak ik er 2. Dan pak jij een 2. Ja, dan ga ik er moeten we doen. Ik een 2. Jij in 2, maak hem hier weer een verschilletje. Nou, jij mag als de laatste, Vitesse Venlo. Ja. Ik denk dat we weer gelijk op gaan, of niet? We moeten. Nee, we moeten even kijken wat voor brood we moeten halen, hoeveel eenden we hebben. We hebben ook één, hoop, toch? Ja, vind ik wel. Hoeveel eenden we hebben, dus we kennen brood uit de kast. Hoeveel verschillen hebben we nou? Nou, even kijken. Maar, even kijken, 3, hè? 3 verschillen. Dus, 1, 2, 3, ja. Ik kan wel iets inlopen. Als ik deze win, is 2 per rij, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat jullie natuurlijk 3 per rij hebben. Dus, of dat we 3 per rij, 4. Ja, dat we volgend jaar... 3 en dan volgend jaar 4. Dat is het mooiste wat er is. Dus ik teken ervoor dat het altijd zo... Zo kunnen doen. Zo kunnen doen elkaar. Heel goed, jongen. Hey, top vriend dat je erbij was. Hartstikke bedankt.